Ik geloof niet dat jij deze video sneller liked dan dat ik de allernieuwste voertuigen uitprobeer die ik eindelijk heb ontgrendeld in deze game, waarbij de glijbanen 999 meter lang kunnen zijn. Dames en heren, de like challenge begint nu. Oh gosh, guys. Eerst konden wij hier niet heen, maar check! Dit is awesome. Dit is zo gaaf. En ik heb een belofte gemaakt met Soraya. Dus laat ik die eerst maar nakomen. Jongens en meisjes. Wow, dit is awesome. Oh, dit is zo gaaf. Dit is echt legit heel erg dope. Oké, jongens, daar gaan we. Oh, er zit gewoon iemand bij ons erop. Wij gaan kijken hoe episch wij deze pony vehicle vinden. En we gaan eerst door de gele glijbaan. Let's get it, man! De pony heeft letterlijk nu al 5 flikflaks en salto's in de lucht gemaakt. Dit is echt insane. De bedoeling van dit spel, voor de mensen die de vorige keer niet hebben meegekeken, is dat wij onszelf laten opeten. Yes! Wow! Wat was dat? Oké, dat zag er best wel insane uit. Nice. Oké, weet je wat? We gaan proberen het allerbeste voertuig te vinden om van de langste glijbanen in Roblox ter wereld af te glijden. We hebben de eerste nu gehad, dat was de pony. En omdat ik vanavond niet op de bank wil slapen, geef ik hem een dikke voldoende. Oké, Soraya. Ik geef hem een 7,5. Gaan we nu door naar de volgende. En dat is Baldi. Oké, misschien moet ik niet echt Baldi voorstellen, maar het ziet er wel uit als Baldi. Oké, guys, there we go. Eigenlijk moeten we dan ook wel ter ere van Baldi een glijbaan kiezen die groen is. Want we weten allemaal dat Baldi zijn favoriete kleur groen is. Oh, nee! Jongens, ik heb Baldi per ongeluk op de kop gegooid. Oké, nice, hij staat weer. We weten natuurlijk allemaal dat Baldi zijn favoriete kleur groen is. Dus, let's go! Oh gosh, guys, dit is echt amazing. En het handige is ook, er wordt boven de glijbanen aangegeven of het karakter vol zit of nog niet. Dus dat is best wel komisch. Je kunt letterlijk kijken of de glijbaan die je wilt nemen, of die persoon er wel behoefte aan heeft om jou op te eten. Oh gosh, guys, dit is echt niet normaal meer. Nice, we made it. En we hebben in totaal, moment van de waarheid, 40 punten verdiend en 5 extra experience. Er is gewoon iemand met meer dan 8000 punten. Dat doe ik die persoon niet na. Oké, nice. Ik geef de Baldi een 7. Ik vond hem wel nice, maar ik vond het niet echt heel erg prettig dat hij zomaar op zijn rug ging liggen. Want ik kon er namelijk amper nog op zitten. Dus we gaan nu de volgende proberen. Hé, er is iemand! Kom met mij mee. Dan glijden we samen. Oké, jongens, let's get it. We gaan samen met een kijker van de glijbaan af. Dan moeten we er natuurlijk wel eentje kiezen waar we met meerdere mensen op kunnen. Oké, ik hoop dat dit gaat werken. Dit ding is mega! Stel je nou eens voor, je zou van alles op de wereld een voertuig kunnen maken. Dus letterlijk, je kunt overal inrijden. Wat zou jij dan kiezen? Jongens, ik ben letterlijk de map uitgegooid door die vraag. Wat zou jij dan kiezen? Zou je gaan voor een bepaald soort voedsel? Zou je gaan voor slime? I don't know, laat het in de comments weten. Oké, de taart, die krijgt van mij een 2. Het was een leuke ervaring, maar het lijkt mij niet de bedoeling dat je ineens uit de wereld vliegt. Oh, deze is awesome. Jongens, deze moet ik proberen. Kan ik sturen of stuurt hij? Ik stuur. Of stuurt hij? Nee, ik stuur. Of niet? Ja, ik stuur. Alleen ik kan amper goed richten, jongens. Ik kan letterlijk nergens naartoe. Oh, deze is awesome. Deze is zo gaaf. Dit is gewoon letterlijk een piranha. Oké, guys, let's get it. Welke gaan we nemen? Laten we voor de rode. Oké, jongens. 3, 2, 1. Deze persoon eet vis vandaag. Dit is awesome. Ook al zag er vis er wel naar uit alsof hij mij wou opeten. In plaats van dat hij zelf opgegeten moest worden. Maar dit was superleuk. En het interessante is dus,
dat als wij op deze video genoeg blauwe duimpjes omhoog halen, dat ik dan misschien in de volgende video wel 10.000 punten koop om zo de allerduurste glijbaan in dit spel uit te proberen. Want geloof het of niet, maar de allerduurste glijbaan kost 10.000 punten. Oké, guys, ik wil sowieso deze raket een keer uitproberen. Deze is echt heel snel, geloof ik. Of lijkt dat zo? Ik denk dat het zo lijkt. Ik zie daarachter trouwens een regenboogglijbaan. Die is zo awesome. Oh, jongens, die wil ik echt heel graag uitproberen. Als we nou slim zijn, dan kiezen we een achtbaan waar we veel punten mee kunnen verdienen. En dat is, geloof ik, deze roze. Want die maakt namelijk ook zo'n epische looping. Oké, guys, there we go. Als deze achtbanen in het echte leven zouden bestaan, alleen dan zonder dat je opgegeten wordt, want dat lijkt mij wat minder prettig, zou jij er dan in durven gaan? Ja of nee? En welk karakter zou jij dan met je meenemen? Dat mag ook iemand zijn die niet echt bestaat. Ik zou sowieso gaan met Baldi, jongens. Dan kan Baldi mij namelijk gewoon rekenles geven, terwijl we met 900 km per uur... Oké, dat is een beetje overdreven, maar in ieder geval op een hoge snelheid van de glijbaan afgaan. I love this, man. Oké, we hebben hem weer gehaald. Nice, nice, nice. De volgende. We hebben nu... Oh ja, ik moest natuurlijk nog een cijfer geven. Oké, ik geef voor de raket een 8. Tot nu toe wel de beste die ik heb gekregen. Hij is erg snel. Je kunt er prettig mee sturen. En ook die wordt gewoon opgegeten. Dus dat is mooi meegenomen. Oh, deze is awesome. Dit is zeg maar die wagen waarin je iedereen kunt meenemen. Oké, let's go. Gaat er iemand achterin zitten? We kunnen op zich nu wel iemand in de maling nemen. Zullen we iemand... Oké, we gaan mensen in de maling nemen, ja? Let op, jongens. Let op. Dit is echt heel erg wat ik nu ga doen. Let op, oké. Let op. Iedereen zit erin. Oké, nu moet ik alleen even een stukje rijden. 3. 2. 1. Oh! Oh! Nee! Bijna! Come on! Oh, jongens! Kunnen we hem niet afduwen gewoon? Kan dat? Oh, we duwen hem eraf. En er zit nog iemand op. Oh, dit is echt de grootste trollactie ever gewoon. Kom op, jongens, duwen! Ah, nee! Ah, jammer! Natuurlijk ben ik niet iemand die dat de hele tijd zou blijven doen. Ik vind het gewoon grappig om iemand één keer mee in de maling te nemen. Oké, ik geef die sowieso een 8. Ook een 8. Want je kunt er mensen heel erg goed mee trollen. Oké, next one. Het blikje cola. En het interessante is, je zit er letterlijk in. Je kunt niet eens zien dat er iemand in zit. Want ja, je zit erin. Dus je weet niet eens dat iemand dit ding bestuurt. Het kan ook gewoon een losrijdend blikje cola zijn. Oké, laten we gaan voor de groene, jongens. Als Baldi achter ons aankomt, is het helemaal compleet. Ja, Baldi komt achter ons aan. Het is een race, jongens. Het is een race. Wie gaat er winnen? Het blikje cola of de pizza van Baldi? Let's get it, man. Oh, dit is awesome. Let's go. Oeh, hij at hem in één keer op. Dat is best wel knap, jongens. Ook al raad ik je niet aan om ook het blikje op te eten wanneer je cola drinkt. Het is denk ik de bedoeling dat je de cola nuttigt en dat je het daar vervolgens bij laat. Oké, ik wil één race doen met Baldi. Ik wil Baldi uitdagen voor een heuse wordt opgegeten en uitgepoept race. Zo klinkt het een beetje raar, maar goed. Oké, waar is Baldi? Baldi, daar ben je. Laten we een race doen. Pak je voertuig en volg mij. Dan tel ik af. Oké, jongens, we gaan een race doen met Baldi! Yes! Wie denk jij dat gaat winnen? Laat het nu alvast in de comments weten. Denk jij dat Baldi... Ik denk eigenlijk dat Baldi gaat winnen. Baldi is echt, geloof me, niet te onderschatten. Baldi is een Roblox professional. Dus we moeten uitkijken. Oké. Ik pak deze. Ik pak de kip. Ik pak de kippenbout. Dat is mijn racevoertuig. En welke pakt Baldi? Baldi die heeft een Miep gepakt. Oké. En dan gaan we deze gaan we doen, jongens. De rode. Dus nu moeten we wachten tot Baldi naast ons staat. Kom, Baldi. Naast me. Oh gosh, guys. 3, 2, 1, go. Let's go, Baldi! Yes! Jongens, de race is begonnen! Baldi zit op mijn hielen. Baldi zit op mijn hielen. Of eigenlijk op mijn kippenpoot. Het gaat erom wie het eerst is uitgepoept. Hoe raar dat ook klinkt. En... Oh! Yes! I made it! Woo! Nice! Maar Baldi heeft het goed gedaan. Oké, laten we hem nog één kans geven. Nog één keer. Nog één keer, Baldi.
Als mensen mij vragen wat ik in mijn vrije tijd doe, moet ik letterlijk gaan vertellen dat ik een race doe met Baldi. Om te kijken wie het... Ja, dit is echt heel erg raar. Jij wint. Jij ook. Samen gewonnen. Laten we zeggen samen gewonnen. Nog één keer. Kom, nog een keer jongens. Deze keer pak ik het voertuig wat hij net had. Ik pak deze... Nee, die is niet fijn. Want dan moet je namelijk de hele tijd rekening houden met de breedte. Ik pak de pizza. Dan gaan we nu het bij de roze proberen. Want bij de roze moet je namelijk ook over de kop. Dus dat is interessant. Dan gaan we echt kijken wie dat het langst uithoudt. Oké. Okay. Is Baldi er? Baldi, kom snel! Oh ja, Baldi is daar. Is dat hem? Is dat Baldi? Nee, dat is... Waar is Baldi? Oh, hier is Baldi. Oké, okay, nice. Go! Go, Baldi! Go! Baldi, you can go! Go! Ja, hij is gegaan! Oh, come on! We kunnen hem nog inhalen! De pizza is gewoon sneller! Oh, nee! Ik ben letterlijk uit de glijbaan gekikt! Jongens! Oké, okay, dan heb ik één keer gewonnen en dan heeft Baldi één keer gewonnen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als wij op deze video genoeg likes halen, misschien dat ik dan de volgende keer wel deze van 10.000 heb unlocked. Ben ik zo excited over. En dan kan ik iedereen belonen. Want dan kan ik iedereen meenemen. Letterlijk, dan kan ik iedereen meenemen. Hoe awesome is dat? Dan kan ik iedereen meenemen, terwijl de mensen daar normaal gezien niet eens in kunnen. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En ik zeg, tot de volgende keer. Adios.